Mooi schot van Victor Sikora. Ja! Alsnog de eerste goal na wat foutjes achterin bij Cambuur. De eerste goal voor Pierre van Hooijdonk. De een is de beste invaller van Oranje. De ander speelt in Jong Oranje. Maar in Bananensplit hebben ze alle twee een basisplaats. Pierre van Hooijdonk en Victor Sikora. Ja, daar zit je, jongens. Zo, welkom, welkom. Hoe is Pierre? Goed. Ja? Ja. Goed zo. Jij ook? Ja, lekker. Ja, mensen weten nog niet wat we gaan zien zo meteen. Maar hoe is het met Ronald Koeman trouwens? Gaat het een beetje? Is hij streng? Ja, hij is streng, maar dat hoort zo, hè. Wij zijn toch altijd moeilijke jongens en moet er iemand de baas zijn. Ja, is hij een moeilijke jongen? Nee. Goeie collega. Topvoetbal eist topconditie, toch? En daarom hebben jullie natuurlijk altijd keuringen. Medische keuringen, toch? Hoe vaak hebben jullie dat? Nou ja, als je van club verandert, dan word je altijd een keer helemaal onder de loep genomen. En dan wordt er gekeken of er wat dingetjes mis zijn. Ja. Alleen nu gebeurde het eigenlijk op een heel vreemd moment, één dag voor de eerste competitiewedstrijd. Dat was een routinekeuring, toch? Hebben ze je verteld? Ja, ik weet het allemaal niet meer wat ze allemaal verteld hadden, maar ik weet wel dat ik was er niet blij mee. Nee. Weer zo'n routinekeuring, dat zou het worden, in de vaste Vitesse-kliniek in Roosendaal. Dat ligt vlakbij Arnhem. Alleen kan er natuurlijk iets geks gebeuren als artsen met humor een 1-2'tje aangaan met Bananensplit. Pierre gaat liggen, hè? Gewoon een routinekeuring, hè? Ja. Hadden ze je verteld. De functie zat mede, de bloeddruk. Maar ik had er al weinig zin in, hoor. Ik moest ook weer draaien. Ja, ik zag het. Ja. Nou, gaan we eerst even een röntgenfotootje maken. Ik heb ijzer voorwerp en dat kan ons doorgeven. Arm kijk diep in. Rustig uitademen. En dan stoppen. Uitademen. Goed zo. Oké. Foto's is oké. Okay. Cardiogrammetje. Dan kijk diep in, langzaam uit. Longen even controleren. Rustig. Langzaam uit. Oké, okay, heeft soms maar verder geen klachten met de longen, geen probleem. Korte handeling bij inspanning of iets. Oké. Okay. Ja, kom eraan. Heel even naar voren kijken. Laat me rustig liggen, want zo terug. Voor de machine goed in de gaten. We gaan even een fotootje bekijken. Maar gelukkig voor ons laten ze de intercom aanstaan. Hey, kom in. Tot de start. Dit heb ik nou nog nooit gezien. Is het ongelooflijk? Voor wie is de foto? Van Hooijdonk. Nee, dat meen je niet. Nou, kijk maar. Zie je? Dat klopt. Dat kan niet. Het is geen fout. Het is toch... Dat kan niet. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Pierre, was er niet warm of koud? Als dit waar is. Als dit waar is. Ga ik promoveren. Ja, ik word bij een wild beroep. Krijgen we nou weer. Ja. Ja, ik werd er een beetje moe van. Ja. Zo. Ja, je lacht lekker daar. Ik lach prima. Heb je wel eens last van je buikkaart? Nee. S'nachts geen stekende pijn en niet? Had ik iets verkeerd gegeten dan? Nee. Alleen als je iets verkeerd gegeten hebt. Zoals bijvoorbeeld, hoe weet je als je iets verkeerd hebt gegeten? Nee, ja, toen was een tijdje terug in Brazilië geweest. Had ik blijkbaar iets verkeerd gegeten, een bacterie of zoiets. Hoe lang geleden? Nou, 2 maanden. 2 maanden. Sommige schijt eruit, dan heb je wel eens last van je buikkaart. Ja. Het is nou iets, heel fantastisch aan de gang. Dat is wat wij nog nooit eerder hebben meegemaakt en volgens mij nog helemaal niemand. 3 longen? Dat zijn 3 longen? Nee, maar we hebben het wel over uitbreiding. Heeft u ons dan ook een foto gezien? Ja. U weet ongeveer wat, als je iets op ziet wat er is. Ja. Heb je een idee wat dit is?
Ja, een foto. Het is, als je goed kijkt. We hebben dus zwangerschap constateerd. Ja. We moeten je feliciteren. Ja, dat wel. Namens Prins Nauw, zonder grappen. Gefeliciteerd. De regionale media springen er meteen op. Van Radio Gelderland. Ja, zijn er al snel bij. Okay. Ja. En onze eerste vraag luisteraars, hij ligt hier glimlachend. Alsof er niks aan de hand is. Heel blij dat u. En de eerste vraag is, hoe voelen we je? Ontzettend blij, ontzettend gelukkig. Dat duurt toch ook maar 6 maanden mee. Nou luister, de mannen gaan het natuurlijk dus via de keizersnede. En zeker alle dames die nu luisteren zullen wel blij zijn dat er een man zwanger is. Dat is natuurlijk wel uniek. Wilt u iets zeggen tegen familie, vrienden, vriendinnen? Nou ja, iedereen bij Vitesse die moet er maar uitgaan dat ik er na de winnen stop over 6 maanden weer gewoon bij ben. En hier ligt Victor. Heb jij dat wel eens gezien? Oh, en weer de intercom aan. Ja, van Victor. Nee. Ja, echt. Je voelt je helemaal goed? Ja. Je zult, wat zeg je? Goed verkeerd, niet verkeerd, maar wel bijzonder. Nog nooit meegemaakt. Nee, absoluut nog nooit. Nog nooit meegemaakt. Dus het kan wel goed, het kan ook wel slecht zijn. Ik weet niet. We hebben bij jou zwangerschap geconstateerd. Nee. Ik heb iets laten zien, jongen. Ja? Ik heb het ook nooit eerder meegemaakt. Wat is het? Ik heb het niet. Nou, jij bent Victor Secora. Ja, gefeliciteerd. Ja. Ik wens dat je blij zijn. Nou, blij zijn? Waarom? Nou, er is een persoon uniek, er is wel wat gebeurd. Het is echt een primeur die. Nee, jullie nemen me in de maling, hè? Nee, dat was maar waar. Dat. Ja, maar dat is de grote man. Maak geen zorgen. Dat is de proefpuffer of zo. Ja, dat is waar. Kijk maar zoeken. Ja, dat staat er echt hoor. Jongetje. Wat is dit voor een zwangerschapsoefening? Ja, maar dat is weer troost. Ik ben ook moeder. Ik heb dit allemaal. Helemaal nog maar. Wij kijken wel. Ik zag niet gewoon net dat het een jongetje is geworden. Jongen. Wereldschokkende beelden waren dat, hè? Maar jullie vergeten dat in Roosendaal niet toevallig bedriegertjes zijn. Bedriegertjes, nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Nee. Nooit met schoolreisje vroeger naar de bedriegertjes. Nee. Ja, nou ja, dan moet je maar even checken, want die zijn in Roosendaal. Ja, dat is achter de dood. Hebben jullie partners je nog gefeliciteerd toen ze het grote nieuws hoorden? Wat hebben jullie verteld thuis? Nou, ik heb verteld dat ik aan een keuring was geweest. Ja, en ze waren op de hoogte dat ik het al niet zo leuk vond om er naartoe te gaan. Ja. Dus toen meldde ik ook nog dat ik dat ze hadden geprobeerd om het tuk te nemen bij bananensplitten. Ja, ja. Maar toen vonden ze het wel grappig. Ja. Ja. Maar jouw vrouw die kan het veel beter dan jij, hè? Hoe is het daarmee nu? Ja, goed. Staat toch op, er staat toch iets te gebeuren, of niet? Of? Ja, die staat op punt te bevallen. Ja. En dat is geen bananensplit. Nee.
Maar als het probleem heeft, kan ze altijd bij ons langskomen, weet je. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat je ook wel een beetje ervaring ermee hebt. Ja. En jij, Victor? Nou, bij mij is het nog niet zover. Nee. Maar toen ik het vertelde dat ik terug was genomen, zeiden ze van... ze hebben eindelijk een keer de goede te pakken. Ja. Goed zo. Pierre, straks Euro 2000, dan ga je de grote Europa Cup binnenslepen voor ons, neem ik aan. En hier is alvast een aanmoedigingscupje van ons. Die is voor jou, die heb je echt goed verdiend. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. En Victor, jij bent nog jong, hè? Ja, over 4 jaar dan ga jij die cup halen. En dan heb je ook hier vast een klein cupje. Dankjewel. En verder krijgen jullie... En kijk hoor. Victor Sicor, hij staat er echt op hoor. Ja. Hier, die is voor jou. Dankjewel. Als souvenir. Jullie waren letterlijk en figuurlijk heel sportief stel. Hartelijk dank. Dankjewel.